Jongens, we hebben nog steeds geen geld! Gast! Oh, mijn hoofd. Ja, Dex, al ben ik eerlijk. Ik denk dat we beter gewoon de handdoek in de ring kunnen gooien, man. Ja. Nee, ik bedoel... We kunnen beter opgeven. Die vakantie was denk ik net iets te hoog gegrepen. Nee. Maar jongens, er moet toch wel iets te verzinnen zijn? Verzin jij nou wat, teringbink? Jij verzint nooit wat! Oké. Okay. Ik ben misschien niet de meest heldere. Maar ik doe ook gewoon hartstikke mijn best. Je best? Je best? Je verneukt het altijd! Altijd! Dat komt omdat je denkt met je pik. Wat heel ironisch is, omdat je maagd bent. Ben jij maagd? Neem dat terug! Ik heb je dit in vertrouwen verteld! Sekspink. More like maagdbink. Oh. Nu hou je op! Drugs! Nee, Dex! Kijk maar aan, Jaron! Jongens, drugs! Nee, Dex, we gaan niks met drugs doen! Ja, maar luister! Wisten jullie dat er sinds 2020 3,1% van de Nederlandse bevolking drugs gebruikt? Waarvan 2,1% cocaïne gebruikt? 1 gram cocaïne kan al oplopen tot €50,30. Als je die 2,1% pakt van heel Nederland, dat zijn 35.700 mensen. Als 35.700 mensen bij ons 1 gram cocaïne van €50,30 halen, komen we uit op een getal van 1.795.710 euro. Dus stel nou, we fokken dat op, hè? Dan verdienen we alsnog 1000 euro. 1000 euro? En dit is legaal? Ja. Ja. Maar is een restaurant afvikken, een huisfeest houden of Binkse oma drogeren legaal? Huh? Nee. Ja, daar heb je een punt. Maar ik ga hier zeker niet mijn handen aan vuil maken. Is goed. Laat dat maar aan de meester over. Who am I? I'm the greatest. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She takes the flavors. Who am I? You know she hooked on me. Who you not? They throw the book on me. Oh lord, oh lord. I did my time, they got me shook on me. I'm running the race. En? Het is een meesterwerk. Denk ik. Denk je? Je het wel laten testen, neem ik aan? Ja. Dat ga ik nu doen. Voor jullie neus. Komt-ie! Komt-ie. En? Speciaal. Nee. Voel me... Nice, het werkt. Dex. 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 Oh. Jezus. Hey. Yep. Jaron. Dex. Dex. Mooi oog. Thanks. Pink, wat doe jij hier? Hey, Dexie. Dex, ben je oké? Okay? En, hoe voel je? Ik heb me nog nooit beter gevoeld. Wow! Free my titties! Yes! Show your tits on me, please! Nice! En nu? Handelen! Drugs te koop! Drugs te koop! Ja! Nee! Ja, boys, dit werkt echt totaal niet. Check hun. Misschien willen zij het van je kopen. Nu?
potentiële klant? Ja, als je hem gewoon normaal benadert, dan is... Ja, oké. Okay. Ja. Is het een overval? Ik heb niks bij me. Drugs? Wat? Drugs te koop? Gast? Wat? Doe normaal. Wij kennen elkaar niet. Ik ken jou niet, dus ik... Maar je hebt nog niet eens geproefd. Nee, hou op. Ik heb zo... tennis, dus... fijne dag verder. Mijn vader zit bij de handhaving en hij heeft je zo gearresteerd. Zo. En? Ja, hij wilde wel, maar toen zei hij nee. Ja, niet. En toen zei ik, oké, dan. En wel. En toen zei hij van, ja wel. En toen wilde ik niet meer. Misschien wel hij. Deze man heeft sowieso geen behoefte. Verkopen jullie drugs? Ja, Harry Potter, wij verkopen drugs. Want je weet dat dit ons terrein is? Jullie terrein? Want je weet dat dit ons terrein is. Hé, pas op. Hé, serieus, kappen nou. Hé, mokken nu. Ja, Dex, kap maar even. Maar wat bedoelen jullie met jullie terrein? Drugs verkopen hier gaat niet zomaar. Je hebt geluk dat je mij hebt getroffen hier, en niet iemand anders. New kids! Ja, serieus? Omdat ik een snor heb... Schendel! Hey! Oké, Dex, gaan we een rondje lopen? Maar, heb je iets om dit aan te tonen? Want volgens mij is dit gewoon openbaar terrein, toch? Volgens mij hebben jullie niet helemaal door met wie je staat te praten, hè? En volgens mij heb jij ook niet helemaal door met wie je staat te praten, want ik denk dat wij misschien wel net zo eng kunnen zijn als jij, als we zouden willen misschien. Jouw toon bevalt me niet. Jouw hoofd bevalt me niet. Met je lelijke schoenen ook nog eens, dus. Boys! Check wat Maaskantje zijn hoodie heeft! Laat liggen, man! Hey, laat liggen! Instappen. Ik stap in, het was een grapje. Instappen! Frankie, where have you been, man? And where are your ugly friends? Hi, Lorenzo. Yes, yes. They are not my friends, huh? They fucked everything up. What do you mean? God. Yes. So now what? Take them to Don Ferrari. Nou, als jullie echt de lul, jongens. Meekomen. Don Ferrari. Frankie, waar was je al die tijd? Nou, ik was aan het werk. En deze lelijke homootjes hier hebben alles verpest. Ik weet het nog goed, hè. Ik was een kleine jongen van 7. En hield van buiten spelen. En daar kwam ik mijn kleine Bella tegen. Bella. Ze had lange zwarte haren, zo zwart als de nacht en zo zacht als zijde. En ze ging voor de eerst, kwam ze bij me spelen en toen deden we een spelletje en dat was Polizia e Mascalzone. Politie Mufje. En we deden dat met de revolver van de vader. En ik wist niet dat die echt geladen was. Ik heb het mezelf nooit kunnen vergeven. Wat? Oh, sorry, ik lette echt niet op. Zoals jullie zien, maak ik geen heintjes.
Ik hoef alleen maar dit te doen. En jullie slapen. Sorry, meneer Ferrari. Don Ferrari. Ik meen het. Het gaat niet meer gebeuren. Kunnen we u niet helpen? Nee. Jullie kop gaat eraf. Nou, misschien is er wel iets. Nee. Je gaat zoiets belangrijks als dit toch niet door deze debielen laten doen. Frank, zit jij erop te wachten? Nee. Nee, niet echt. Oké, bueno. Luisteren. Jullie gaan deze koffer beschermen met jullie leven. En ik wil dat deze morgen afgeleerd voorbij... Wow. Wat zit hierin? Dat gaan jullie geen zwarfalio aan. Dat is echt veel geld. Porca! Maar je doet raad op met de lange doenen. Hè? Wat heb ik nou weer gedaan? Laat maar zitten. Het is klaar. Nee! Een pizza? Waar? Vaffanculo! Marius! Grijp ze! Hallo, met Dex. Oh, heerlijk, hoef eens. Hey, stil eens. Hallo, met Dex, wie is dit? Don Ferrari. Ferrari? Ik heb iets dat jullie willen. Nog meer geld. Thanks, pa. 10 minuten, anders gaat die eraan. Yes! Hey, wij wel dit. Ouwe, wij hoeven niet. We schieten neer, ouwe. Het is een win-win voor ons. 10 minuten. Ja, oké. Okay. Oh ja! Ik kom maar aan, Julie! Oké. We rennen naar binnen toe. Jullie leiden iedereen af. Ik maak Julie los. En dan ben ik de held van de dag. Oké. Okay. En voor haar Jan. Wat doen we daarmee? Kijk maar gewoon, oké? Okay? Let's go. Oké. Julie! Kut. Volgens mij is het een val. Ja. Zou het? Ja. Wat heb je met Julie gedaan? Waar is mijn koffer? Waar is Bella? Ja, ja. Zeg haar maar dag voor me. Oké, Don. Kijk wie nu in de meerderheid is. What the fuck? Hola, chica. Wat doe jij nou hier? Dit is een plek voor gespierde en heldenmannen. Zoals ik. Mijn is opgever 1. Nee, ik heb er 2. Dat is veel verder. Neem je schuim.
Boys, hebben jullie Julie gezien? Kan jij niet zien dat wij bezig zijn? Zorg ervoor dat je weg moet, oké? Ik ga de jongens helpen. Oké. Eindelijk heb ik jullie dan. Jullie hebben alles kapot gemaakt. Mijn familie, mijn legionen kapot. Die was gedaan. Zeg maar vaarwel. Zeg iets. We'll meet again. Don't know where. Don't know where. But I know we'll meet again. Some sunny day. Now the end is near, so I face the final curtain. Wat heb je eigenlijk met die koffer gedaan? Geloof me, die heb ik veilig gesteld. Ja, oké, okay. Waar? Dat raad je nooit. In de schuur? Yep. Hallo iedereen. Hallo. We zijn vandaag bijeengekomen voor Klaas Belleblaas. Sommigen van jullie kennen Klaas misschien als een zoon, een broer, een buurjongen, een krantenbezorger of internationale superster. Maar voor ons. Voor ons was hij gewoon Klaasje Belleblaasje, onze beste vriend. Klaas staat altijd voor iedereen klaar. Stond. Op de middelbare school vroeg ik een keer aan hem de stelling van Pythagoras. En hij keek me gewoon lachend aan en schudde zijn hoofd. Hij was daar te slim voor. Of wanneer je problemen hebt met de liefde, hij begrijpt je en helpt je ermee. Of wanneer je onder schot wordt gehouden door een maffiabaas. Helaas staat Klaas ook voor je klaar. Klaas, mijn jongen. We gaan je missen. Rip in peace, Kleesje Bellebleesje. Iedereen hand in de lucht voor Klees. Wat hebben we gedaan? Alles. Oh no. No, not me. I did it my way.